Wethouder Kees Jansen en gedeputeerde Marijke van Haren van provincie Gelderland lanceerden afgelopen vrijdag de campagne Stil, Snel en Schoon. De campagne gaat elektroscooters en elektrisch vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen promoten. De start van de campagne vond plaats op Business Park Arnhem waar op het KEMA-terrein elektroscooters door de aanwezigen konden worden getest. Ja, u heeft zojuist op een elektroscooter gereden, beviel het? Ja, ik vond het heel erg leuk. Ik rij wel eens op een scooter in Turkije, maar dit is toch een hele andere beleving. Het is heel stil, het is snel en voor het korte werk, geweldig. En dat hij stil is, ziet u dat als een nadeel? Ja, het kan ook een nadeel zijn, ja, want als je iemand niet hoort aankomen is het natuurlijk wel vervelend. Er zit gelukkig wel een goede toeter op, heb ik geprobeerd. Maar je hebt tegenwoordig volgens mij ook al dingetjes die motorlawaai maken, dus nou ja, het is allemaal wel te realiseren. Ja. Hoe ziet u de elektroscooter in Arnhem? Zou het een oplossing zijn voor bepaalde fileproblemen? Nou kijk, bij elke auto die er tussenuit gaat is het natuurlijk eentje minder. En ik hoop echt dat mensen overwegen om wanneer ze iets willen aanschaffen op het gebied van mobiliteit, dat ze dit meenemen in hun overwegingen. Want het lost natuurlijk altijd op. Hoe minder ruimte je nodig hebt, hoe makkelijker je ook door het verkeer kan. En elke auto die dus uitgaat, moet je rekenen dat het ongeveer een paar seconden scheelt. Maar als er 200 zijn, heb je al 10 minuten file te pakken. Ja. En wat voor voorzieningen verzorgt de gemeente Arnhem om dit te stimuleren? Nou, we hebben bij de gratis bewaakte fietsstallingen, er zijn er op dit moment 4 in de binnenstad. Daar zitten oplaadpunten en daar kan de e-scooter ook gebruik van maken. En wij gaan ook kijken bij bedrijfsleven, hè, bij de supermarkten. Misschien dat daar ook wel belangstelling voor bestaat om zo'n laadpunt bij de deur te hebben. En zou u er zelf een aanschaffen? We hebben het zojuist uitgeprobeerd. Dus, Nou, ik heb het zojuist uitgeprobeerd. Weet je, je wordt er lui van. Daar word ik in mijn auto ook. Dus ik zou dan liever toch een elektrische fiets aan willen schaffen. Want dan heb je in ieder geval beweging. Een simpel paaltje. Hoe werkt het precies? Nou, in principe zie je hier de scooter. Ja? Daar komt een draadje uit de scooter. En ik heb hier een magneetje. Dat krijg je bij een abonnement als je dat neemt op de oplaadpalen. Die haal je langs de paal en dan klik dit open. En dan doe je hem in het stopcontact. En dan klik je deze weer dicht. En dan is hij aan het opladen. En als je er dan weer bij wilt, dan klik je hem nog een keer. En dan kan je hem er weer uithalen. En dan registreert hij precies hoe lang je opgeladen hebt. En wat het heeft gekost. Nou, dan heb je binnen 2 uur moet je dan misschien 10 cent moet je, betalen. En dat wordt voor je rekening gehaald. Elektrisch rijden is absoluut de toekomst. Dus en Arnhem hoort er ook bij. En heb je er zelf eentje? Ja, ik heb er zelf eentje. En, bevalt het? Ja, absoluut. Ja, nee, die van mij, daar mag niemand op rijden, alleen ik. Daar ben ik heel trots op. Hoe reageren vrienden erop als je zegt ik heb een elektrische scooter? Eerst nogal een beetje raar natuurlijk. Ze zeggen van elektrisch, dat is hartstikke zwaar. En dat kan helemaal geen... De actieradius is nog niet goed. En als ik hem laat zien, nou ja, je ziet het. Het is een hartstikke mooie scooter. Dus ze zijn allemaal jaloers. Ik ben een fietser, dus ik miste de beweging. Maar het was wel een hele bijzondere ervaring. Ik denk dat elektrofietsen, dus elektrische fietsen en elektroscooters zeker de toekomst hebben. Als je kijkt naar de omstandigheden waarom we dat doen. Het gaat over klimaat, het gaat over milieu, maar het gaat ook over ruimtegebruik. Dan denk ik echt dat met vooruitgang van deze vervoermiddelen, schoner, veilig dat je, en geluidloos, dat dit inderdaad de toekomst heeft. Zeker een elektrische scooter voor autorijden zal een heel mooi alternatief zijn. En voor mensen die fietsen net iets te ver weg vinden, zou ik zeggen, denk ook eens over een elektrische fiets na. Want dat helpt je echt om die laatste kilometers ook met plezier te fietsen. Binnenkort wordt in Arnhem een ontwerpactie gehouden om ideeën te genereren voor openbare oplaadstations voor elektrisch vervoer.